dat je, ik zie je net zie ik je met een hefboek rijden, ja. Maar je bent eigenlijk fotograaf. Maar ik hoor ook dat je beheerder bent van dit terrein. Ja, ik ben. Het terrein wordt bewoond door mensen die via Stichting Bewaakt en Bewoond Antiekraak wonen hier. Ja. Dat zijn ook een aantal van de kunstenaars hier en daar ben ik er eentje van. Ja. En ik woon al een aantal jaren via diverse Antiekraak-organisaties her en der. Oh. Ik heb op de Leiweg gezeten in de oude MTS. Oh, dat is ja. Het laatste pand. En ja. Van daaruit zijn wij met een aantal mensen hierheen gekomen. En ja, ik doe ook af en toe klusjes voor Bewaakt en Bewoond. En ik ben dan ook meestal in de panden toch de hoofdbewoner, zoals dat heet. De beheerder. En ook de beheerder van dit terrein. Ja. En ik doe in samenwerking met Trend Forward, de organisatie die vandaag het feest organiseert, doe ik ook het technisch beheer van de evenementen op het terrein. En daarnaast probeer ik af en toe nog wat foto's te maken. Ja, ja. Ja. Je bent in je roots zijn is fotograaf? Ja, ik heb een tijdje op de kunstacademie gestudeerd hier in Den Haag, de KWK, fotografische vormgeving. En daarna ben ik in 1997 begonnen met mijn eigen fotobedrijf. Hier in een van deze prachtige loodsen ben ik een fotostudio aan het inrichten van 200 vierkante meter. Dat wordt een hele mooie ruimte met heel mooi daglicht, maar ook met een hele grote ruimte om met flitslicht te fotograferen. Ik wil gratis fotosessies gaan aanbieden. Daar heb ik ook binnen hele mooie kaartjes van liggen. Het concept daarvan is denk ik dat heel veel mensen, zeker nu met alle programma's op televisie waar modellen aan te pas komen, zoiets hebben van dat wil ik ook wel een keertje. Nou, dat kan bij mij in de studio. Ja. Fotoshoot zelf kost niks. Je betaalt als je foto's wilt bestellen achteraf voor de foto's die je zelf mooi vindt. En niet voor een fotoshoot waar misschien achteraf helemaal geen mooie foto's tussen zitten. Oh, ja. Veel fotografen die vragen natuurlijk. Ik denk dat dat heel erg populair gaat worden. Dat hoop ik ook. Ja. En daarnaast ben ik ook op pad in de Haagse regio en een beetje daarbuiten ook onder de naam Eventography. Dat is evenementenfotografie, dat is wat ik vandaag ook doe voor de organisatie. Ja. De mensen kunnen eventueel, afhankelijk van het evenement, ook de foto's direct bij mij op het evenement laten uitprinten en als aandenken mee naar huis nemen. Oh, ja. En wat is de URL van de Dat is www.eventography.net. Okay. Eventography staat ook op het kaartje. Ja. Is een Engelse term eigenlijk voor evenementenfotografie. Okay. Natuurlijk een leuke woordspeling.